Hallo en welkom bij weer een nieuwe Jaar van de Tuin. Het wordt steeds herfstiger weer, het begint een beetje te regenen, de bladeren vallen van de bomen. En daarom is dit een goed moment om een aflevering te hebben over compost. Want compost, dat is iets heel goeds voor je bodem, maar de vraag is hoe maak je dat? Welke soorten compost zijn er? Wat doet het precies? En daarom ga ik in gesprek met Annemarie. En zij is adviseur bodem en tuin en zij gaat mij meenemen op expeditie door haar tuin om verschillende soorten compost met mij te bespreken. Annemarie, jij bent adviseur bodem en tuin en jij kan mij vertellen over hoe ik nou aan de slag kan met composteren. Dat klinkt altijd als iets wat best een moeilijk proces is. Kun jij mij uitleggen? Het valt best mee. Het valt mee. Wat kan ik doen? Je kan op verschillende manieren je tuinafval verwerken. Dat heet niet allemaal composteren, maar eigenlijk maak je een kringloop in je eigen tuin doordat je het materiaal in je tuin laat verteren. Dat kan in een compostvat of op een composthoop. Maar je kunt ook gewoon, als het niet al te veel is, kun je het op de grond laten vallen. En dan heet het mulchen. Bijvoorbeeld. Dit is mijn kamperfoelie. Die groeit als een dolle. Dus daar haal ik wel eens wat materiaal af. Ook daaronder is heel veel dood. Haal ik er ook wel af. Dus dan heb je van die takjes. Nou, dat verteert rustig aan prima op de grond. Dus dan ga ik dat op de grond nog in een paar kleine stukjes knippen. En ik leg het op de grond. En dan ligt hier dus een heel laagje. Oh ja, ik zie allemaal verterend takjes en verterend blad. Dat voedt het bodemleven daar weer. Dus je krijgt een gezondere grond eronder. En dan groeien je planten dus ook beter. Ja, je planten groeien beter en je bent heel makkelijk van je scheelt een hoop snoeisel naar de kliko heen en weer lopen. Precies. Inderdaad. Ja. En dat is mulchen heet dat? Mulchen heet dat. Ja, oké, okay, en wat hebben we nog meer zoal? Composteren. Composteren? Of met bokashi. Dat is voor je keukenafval, dan fermenteer je eigenlijk je keukenafval. Oké, okay, en dat kun jij mij allemaal zo meteen laten zien? Dat kan ik je allemaal laten zien. Oké, okay, eerst de compost. Wat er nou in zo'n compostvat kan, dat heb ik even verdeeld in de makkelijk verteerbare dingen. Dat noem je groen. Het is ook overwegend groen. En de minder makkelijk verteerbaar materiaal, en dat noem je bruin. Dus, en de clue is dat je een mooie mix maakt van groen en bruin. Want dan heb je voldoende structuur erin. Dit geeft, dan blijft de lucht er goed in zitten, kan de lucht er doorheen. En dat groen, dat geeft dan vocht en voeding. Dat is wat makkelijker verteerbaar voor de bacteriën die in je compostvat zitten. Nou ja, groen, dat is keukenafval. Dus de bananenschillen, appelschillen, een stukje kool. Koolstronk duurt wat langer voor het verteert, maar die kan er ook in. Het loof van de peentjes, afgeknipte bloemetjes. Dat kan allemaal in het vat. En aan de andere kant de bruine materialen. Bijvoorbeeld het snoeisel van de heg. Riet, dat hebben we hier achter in de sloot staan. Stengels van bloemen. Herfstblad, dat kan er ook in. Kleine takjes kunnen er ook in. En daar maak je dan een mooie mix van. En wat mag er nou echt niet in? Zijn er ook nog dingen? Wat er niet in mag, dat zijn dingen waar kunststoffen in zit. Sommige theezakjes zit, bijvoorbeeld als dat nietje eraan, of het touwtje eraan gesmolten is, of het is een plastic touwtje, dat mag er niet in. Als het een helemaal papieren touwtje is, met een papieren labeltje en een papieren zakje, dan mag het wel erin. Beetje ingewikkeld. Koffiepads van de Senseo, die mogen er niet in. Het koffiedik wel, maar die pad zelf, daar zit kunststof in. As uit, van de barbecue zou ik er ook niet in doen. Er zitten soms zware metalen en paks, dus giftige stoffen in. Oh, bah. Ja. Inhoud van de stofzuigerzak, mag er ook niet in. bloemen uit de winkel waar soms nog veel bestrijdingsmiddelen op kunnen zitten. Beter niet. Doe ik er meestal ook niet in. Hey, en als mijn tuin nou te klein is voor zo'n compostvat? Als je zo'n compost, een klein tuintje, dan krijg je hem niet vol en het staat nogal in de weg. Dan kun je beter een wormentorentje nemen of een bokashi-bak. Nou, die bokashi die zal ik zo laten zien. Wormentoren heb ik niet zelf. Dus. Maar Elena had wel een wormentoren. Dus daar gaan we even kijken naar hoe zij dat in haar tuin heeft ingericht. Hoi Elena. Hoi. We zijn weer een keertje bij jou in de tuin.
Want jij hebt nog iets moois wat wij nog niet hadden gezien. En dat is jouw compostvat. Ja. En wat is er bijzonder aan dit compostvat? Nou, het bijzonder eraan is dat hier wormen leven. En okay. Ze zijn degene die compost voor mij maken. Het is echt een wormencompostvat. Ja, dat noemen ze een wormenhotel. En die heeft verschillende verdiepingen. En ook, hier hebben wij een kraantje. Waar is het kraantje? Hierachter. Oké. En daar komt ook allemaal vloeibare stof van de compost. En die kan ook gebruiken voor plantenvoeding. Ah, oké. Dus ja, ze maken plantenvoeding? Ja, je kan ze gewoon mengen met water. En dan heb je een hele sterke voeding. Ja. Inderdaad. Dus dat, ja. En gebruik je hem alleen voor de plantenvoeding? Of haal je er ook zwarte aarde uit? Daar zit ook een heleboel zwarte aarde. En dan kan je inderdaad voor de tuin. Of voor, nou jij had dit jaar tomaten. Die zijn niet gelukt. Omdat ze zijn uiteindelijk uitgedroogd. Ja. Maar je kan dat wel gebruiken als hele goede, rijke voeding. Voor je planten en voor je aarde. Oké. Nou, hartstikke mooi. En ze hebben mooi hun eigen tuintje. Ja, hier. En hierboven ook. Dat zijn aardappelen. Omdat ik gooi gewoon ook resten van aardappelen. En dan komen ze dus lekker de aardappelplanten uit. En moet je nog rekening houden met wat je erin gooit? Zijn er dingen die je er misschien niet in kan doen? Ja, zeker. Ze eten allerlei soorten planten. Of groenten bedoel ik. Je moet ze ook af en toe papier geven. En wat ze niet lusten zijn uienproducten, prei, knoflook. Zijn de scherpe dingen? Dat de scherpe dingen, die gaan gewoon naar een andere compostvak. Oké. Ja. Nou, kunnen we misschien wat wormen bekijken? Ja, die zijn trouwens een speciale soort wormen. Dat zijn niet de regenwormen die nou overal uitkomen, maar dat zijn tijgerwormen. Oké, spannende naam. Ja, dus als je mij even wil helpen. Ja? Wij gaan twee. Twee? Denk ik. Dan kan je ze hier zien. Dus dan kan je misschien hieronder, weet ik, zijn onder ook nog. Hieronder zit er ook nog. En misschien kan je dichterbij komen, dan zie je. Ja. Ik vind een koffieprut heel erg lekker. Zal ik het even erin doen? Ja. Zo. Samenwerken. Ja. En zoals je kan zien, dat is een hele rijke aarde. Eruit komt. Het zijn geen hele grote wormen. Hè? Dat zijn de baby's, hè? Ah, oké. Okay. Kijk, je hebt hier wat een dikkere, maar er zijn een heleboel baby's. Je kan zien dat is mega superrijke aarde. Ja, enorm. Ik gooi deze even terug naar binnen. Zo. Oké. En dat is dat ook leuk zo in de tuin. Ja, ik vind het een hele mooie manier om toch je groenafval te verwerken. Ja, vind ik ook. En nou, gezellig, zoveel huisdiertjes erbij. Ja. Moet je nog één vraag, moet je rekening houden met de winter? Ja, inderdaad, omdat wormen kunnen niet zo tegen een strenge winter. Dus afgelopen winter waren een paar dagen die echt koud was. Dus ik heb wel een dikke oude jas overgedaan. Okay. Want ik wil ze beschermen, ik wil niet dat ze doodgaan. Maar ze doen het goed dus. Ze doen heel erg goed, ja. Heel veel baby's. Nou, hartstikke leuk. Ja. Op een... mooi groen tuintje, maar ik ben wel bij jou. Ja, dat is, ik ben nog groener dan dit. En ze kan eigenlijk niet, hè? Zijn we bij vat aangekomen? Ja, dit is het compostvat. Ja, hier gebeurt het. Ja. Flinke jongen. Van vat. Oké. Okay. Ja, dat is een hele ouderwetse, maar die gaat heel lang mee. Ah. Nou, er zit een deksel op. Dat is handig, want... Moet ik hem even aanpakken? Ja, dan regent het niet in, dan wordt hij niet te nat. Er zit hieronder... een klein deurtje. Oh! Dan kun je zien wat er gebeurt. En je kunt daar ook wat compost oogsten. Oh ja, ja. Hoewel ik hem ook één keer per jaar helemaal... helemaal leeg. ...leeg maak. Ja. En, nou ja, hier zit op het moment zit er heel veel van dat groene, makkelijk verteerbare materiaal bovenop. Uh-huh. Dus we gaan eerst wat bruin doen. Bruin, dat is bruin, dus... Okay. Dat is dus... Dat... Oh, moet ik eens helpen? Dan gaat mijn bakje met riet. Oh jee. nou ja, dat is dus gesnoeide takken, dat is bruin. Oké. Ik knip het in stukjes van... Hij moet wel klein. Kleine stukjes in je compost. Ja, een stukje, een centimeter of 10. Dus daar ben je soms wel even mee bezig. Kijk, het hoeft allemaal niet, maar dan gaat het langzamer als je het niet knipt. Dus als je ruimte genoeg hebt om compost te laten verteren,
kun je het er allemaal zo opgooien. Zo doen. Ja. Maar in zo'n vat moet het wat kleiner. In een vat doe ik het altijd wat kleiner. Soms zet ik mijn schaal op de rand van de pot. Dan gaat het makkelijk. Dus dan heb ik hier wat bruin. Ik had ook nog wat ander bruin. Ligt hier achter. Kijk. Dus dat riet. Dit is ook echt bruin. Ja, okay. Dat is lekker droog. Ja, dit is al door de hakselaar geweest. Die gebruik ik ook wel eens. Die mag ik van de buurvrouw lenen. Omdat ik heel veel riet heb. En dat, dan is het heel veel werk om het met de hand te knippen. Hmm. Dus daar doe ik ook wat erop. Een beetje riet. Dus het gaat erom dat je gewoon een soort van het is een soort lasagne mix maakt. Met lasagne. Ja. Nou ja, dan heb je wat bruin erop gedaan. Dan mag er weer wat groen. Oh ja. Gisteravond heb ik stoofpeertjes ingemaakt. Heel veel schillen. En die schud ik er dan in. Dus dan heb ik weer een laagje groen. Je ruikt gewoon peer, dat is best lekker. Kijk aan. En ik heb een compostwoeler. Dat is deze. Sorry hoor. Nou ja, een soort prikstok met een driehoekje onderaan. Is niet nodig. Het kan ook met een bezemsteel. Dus dan prik ik erin. Nu voel ik dat groen en bruin een beetje door elkaar. Dat kan natuurlijk ook met je handen of met een schepje. Een schepje of zo. Maar deze die kun je er dus ook helemaal in prikken. Oh. En dan een slagje draaien en dan trek je hem er weer uit. En dan maak je weer mooie luchtkanaaltjes erin. Nou, dat kan dus ook met bezemsteel, okay. Als je niet zo'n ding hebt. Maar het gaat beter met een woeler. Ja, dit gaat makkelijk. Ja. Bezemsteel is eigenlijk ook prima. Nou, dan komen er gelijk wat wurmen boven. Hoe vaak moet je dit doen eigenlijk? Aanvullen, prikken, toestanden? Ja. Het komt niet zo nauw. Ik doe het eens in de week, eens in de twee weken. Oh ja. Kijk, daaronder heb je dus het verterende materiaal. Met die compostwormen. Ik wou dat zeggen, ik zie meteen allemaal wormpjes krioelen. Ja, en die eten het materiaal op. Met behulp van de schimmels en de bacteriën die erin zitten. Maar zonder wormen zou je compost er anders uitzien. Zou de hele wereld er anders uitzien. Die doen echt heel veel in de compost en in de grond. Jeetje. Ja. En zou de wereld anders uitzien, wordt het een dode boel. Dan wordt het in de grond een hele dode boel. Ja. Dan groeit er natuurlijk ook niks meer. Oké. Okay. Dus, leven de regenworm. Echt heel interessant. Leven de regenworm. Daar houd ik mij aan. En ik voel gelijk, hier onderin is het net wat warmer dan bovenaan. Omdat door dat verteren van het materiaal komt een beetje warmte vrij. Dus in zo'n vat is het net iets warmer dan in de omgeving. En je vraagt je misschien ook, wat doe je dan met die compost als je die gemaakt hebt? Die gebruik ik in de tuin om mijn planten te voeden. Bijvoorbeeld, ik heb hier een paar struikjes kruisbessen staan. En die hadden eigenlijk niet zoveel oogst elk jaar. Het viel me een beetje tegen. Maar ik wist ook eigenlijk wel dat die grond hier vrij arm is aan voedingsstoffen. En daar heb ik vorig jaar best een aardig laagje compost gegeven. En dit jaar had ik echt veel meer bessen dan de vorige jaren. Ik heb er heerlijk jam van gemaakt. Nou, een ander voorbeeld dat we al eerder een keer een aflevering hadden, was de kroostegel. Dat composteert in feite ook in je grond en daar krijg je al die leuke bloemen van. Nou, we hebben een filmpje gemaakt van de plaatsing van de kroostegels bij de gelukkige winnaars. En daar gaan we nu naar kijken. We staan hier vandaag in Leiden, waar anders, om een bezoekje te plegen bij de gelukkige winnaar van de kroostegel, Marielle. Daar hebben een hoop mensen meegedaan, maar er kan er maar eentje de winnaar zijn. Dus laten we eens gaan praten met Marielle over hoe ze bij deze wedstrijd terecht is gekomen en hoe ze het voor zich ziet. Zo, Marielle, bedankt dat je ons hier verwelkomt in je straat voor je huis. Ja, nou, welkom hier. Ja. Wat is het pad dat je hebt bewandeld dat leidde tot deze kroostegel? Dat pad was eigenlijk best kort. Ik zag half september een advertentie in de Stadskrant staan van de wedstrijd over de kroostegel. En ik vond het eigenlijk wel een mooie aanleiding om wat aan de voorkant van mijn huis te doen. Of aan mijn voorgevel, want het is nogal stenig.
Ik had al een tijdje het idee, ja, dat mag wel eens vergroenen. Maar ik kwam er maar niet toe. En toen was er een wedstrijd met de kroostegel. Ik denk, nou, hoe makkelijk kan het zijn? Ik stuur een mailtje. En ja, toen kwam de melding dat ik gewonnen had. Dus ik vind het heel leuk. Heel mooi. En hij komt hier in het stukje, daar bij de gevel, het voortuintje wordt het. Ja, hij komt daar bij de voortuin, vlak bij de voordeur. Ja. Heel mooi. Waarom daar? Waarom daar? Daar is eigenlijk nog de meeste zon, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Ja, de meeste zon. En het is denk ik een heel vriendelijk gezicht als je naar mijn huis komt. En waarom wil je nou een kroostegel? Waarom wil ik een kroostegel? Nou, groen is sowieso denk ik goed. Ik hou erg van groen. Ik deed het alleen tot nu toe alleen in mijn achtertuin. En ik vind het eigenlijk wel mooi om ook aan mijn voorgevel wat te doen. Ja, is dit het begin van een groots plan? Nou, ik weet het niet. Als deze kroostegel goed bevalt, dan denk ik dat ik er misschien nog een paar neem. Of misschien wat struiken. Ja, laten we eens beginnen. Zo, en hier sta ik midden op het fietspad met drie mensen van Flip the City. En we hebben natuurlijk heel wat vragen, want we vragen ons enorm af, wat is Flip the City? Ja, Flip the City is een start-up die ontstaan is in Blue City, in Rotterdam. We hebben meegedaan aan een Circular Challenge. Wat is dat? Een Circular Challenge is een wedstrijd waarin je de challenge aangaat om van een reststroom een waardevolle keten te creëren. En onze reststroom was eendenkroos van Hoogheemraadschap Rijnland. En daar hebben wij de kroostegel mee ontwikkeld. Dus we gebruiken een natuurlijke reststroom uit de provincies en daar maken wij een 100% eendenkroostegel van. Oké. En zo'n eendenkroostegel, daar zit dus in... Eendenkroos? Ja, deze tegel is dus gemaakt van 100% eendenkroos. En daarin verwerken we bloemzaden. En het idee is dat dit kroos voeding geeft aan de bloemzaden. En dat de bloemen dan uitkomen. En dat je dan meer biodiversiteit in de stad kan aanbrengen. Oké, en wat voor zaden zitten daar dan zo'n beetje in? Wat gaat erop komen? Vooral inheemse zaden. Dus de bedoeling is dat er bijvoorbeeld bijen, vlinders, de insecten die bekend zijn met deze bloemen... die ze meenemen en die dan uitkomen. Oké, en is het eenjarig, meerjarig, blijft het komen? Ja, we zitten nu echt volledig in de testfase, dus we gaan het zien. Maar als het goed is, komen er meerjarige bloemen uit, zodat elk jaar de bloemen terugkomen. Oké, en dit is de eerste tegel? Of, Nee, we hebben één test al gehad in Rotterdam. Rotterdam, gemeente Rotterdam, hebben we drie geveltuintjes al gecreëerd. Die hebben we in het voorjaar neergelegd en die zijn al heel mooi uitgekomen. En nu doen we onze tweede testfase in het najaar, dus we gaan het zien. Zo, en ik sta hier nu met Waldo van Faber van het Hoogheemraadschap Rijnland, hier gevestigd in Leiden. En waarom vindt het waterschap, waarom is zo'n tegel, zo'n kroostegel nou zo belangrijk? Eigenlijk is het antwoord even simpel als dat je hem kan stellen. Als het regent... dan valt het hier gewoon op de straat. En dan kan de sponswerking van de grond, van de aarde, die kan zijn werk eigenlijk niet doen. En dan heb je tegel eruit, kroostegel erin, daar zitten zaden in, het composteert, het neemt vocht op, het groeit, heb je twee dingen geslagen en het is een stukje groener in de stad en er wordt weer meer water opgenomen. Zo simpel is het. Ja, makkelijker kan het eigenlijk niet. Eigenlijk niet, hè? Eigenlijk een heel mooi principe zo. Dus ik zou zeggen, iedereen tegeltje eruit... en een kroostegel erin leggen. Ik heb met verbazing staan kijken wat het inhoudt. Ik vind het een heel erg leuk initiatief van Flip City. En ik ga bij de buurvrouw afkijken wat het gaat worden. Ja, en is het wat voor uw gevel, denkt u? Ik heb de ruimte en nu groeit er alleen maar onkruid. En daar kan een tegeltje uit, dus ik ben wel heel erg geïnteresseerd. Via Flip the City kunnen ze het natuurlijk bestellen, ga daar naartoe. En voor ons is het ook belangrijk dat je daarmee ziet, we hebben een actie die heet Waterbazen. Ik zou daarvoor zeggen, ga naar rijnland.net, Waterbazen intikken. En dan zie je precies wat wij allemaal daarvoor willen doen en welke acties wij ondernemen. Leuk idee. Zo, Marielle, ja. Hij zit erin, of ze zitten erin, het zijn er drie geworden. Ja. Tevreden? Jazeker.
Ja, ik vind het heel leuk dat het er drie zijn geworden. Dan heeft het wat substantie. Natuurlijk. Maar er zit ook nog een prachtig randje omheen. Zodat er niet onverhoopt de gemeente bijvoorbeeld bij het vegen van de stoep de tegels eruit wipt. En ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Ja, nou, wij zijn ook heel erg benieuwd. Dus we komen zeker een keertje bij je terug, als je het goed vindt. Heel leuk. Om te zien, misschien wel eens in de zoveel tijd, om even te kijken van wat wordt dat nou? Nou, spannend. Het is natuurlijk een experiment. Ja. Dus je bent een proefkonijn. Nou, wat zeg je daarvan? Ja, ik wist niet dat er allemaal aan verbonden was, maar prima. Lijkt me leuk. Oké, nou, tot de volgende keer dan. Ja, dankjewel. Dankjewel. Zo, lieve kijkers, vandaag gaan we op bezoek bij Natasja en Rick hier in dit huis. En kijken we eens naar een achtertuin en kijken we wat we daar kunnen betekenen. Gaat u mee? Zo, ik zit hier in de Zeeheldenbuurt. In de achtertuin van Rick en Natasja. En van, wie zijn jullie? Amélie. Ik ben Josephine. Amélie en Josephine. Rick, bedankt dat we hier mogen zijn vandaag. Ja, uiteraard. Wees welkom. Dat zijn we, zo voelen we ons ook. Wanneer zijn jullie hier komen te wonen? Ik denk een jaar of 6-7 geleden ongeveer. Oké. Moest er veel gebeuren? Nou, aan het huis wel. Ik ben er een jaartje later bijgekomen, dus na het klussen. Dat is voor mij weer een voordeel. Maar het heeft wel heel wat voet in de aarde gehad inderdaad, om er wat van te maken. Oké. En dan de tuin. Hoe lag die erbij? Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde als nu. Een beetje sombere bedoeling. Afgezien van het grasveld dan. Daar hebben we de tegels uitgehaald en nu hebben we in ieder geval gras. Maar dat is ook eigenlijk wel, afgezien van de losse beplanting, het enige wat een beetje breekt met de tegels en de bakstenen. Sinds je hebt een stel kippen lopen. Ja, sinds gisteren. Sinds gisteren notabene. Ja, een gezinsuitbreiding gehad. 1 kip met 2 kuikens. Veel minder gedoe, zo'n gezinsuitbreiding. Er wordt al een kasteel voor ze gebouwd, zie ik. Ja, klopt. Ja, ze moeten ook een goed onderkomen hebben. Dus, jullie zijn met z'n allen flink aan de slag. En hoe zie je het een beetje voor je? Nou ja, ik wil graag wat ideeën opdoen in ieder geval. Want zelf komen we daar eigenlijk niet uit. Het is wat losse beplanting. En om nou te zeggen, we hebben echt concrete ideeën. Nee, ik laat eigenlijk liever iemand daarover gaan die er verstand van heeft. Wij, schijnbaar niet. Althans, niet in ieder geval om het te krijgen zoals we het graag zouden willen. Oké, nou, iemand die daar verstand van heeft, dat is precies wie we bij hebben. Dus ik laat mij vervangen door Dillis. Hey, wat leuk dat ik hier vandaag mag zijn om jullie te helpen met jullie tuin. Kunnen jullie mij vertellen wat jullie graag willen hier? Dat is een goede vraag. Iets met van die fruitbosjes. Fruitbosjes, en wat voor fruit vind je lekker? Frambozen en bramen en appels. Ja, dat, okay. Dat denk ik wel, ja. Leuk. Weet ik niet. Blijkbaar weten ze het niet. Ja, en jij, wat vind jij? Ik hoor dus al iets met fruit, dat wordt gewaardeerd. Ja, zeker. Voor mij, ja. Kleur is welkom. Kijk, we zijn nu al blij met een beetje gras. Dus vanaf groen is alles welkom. Alles beter dan de stenen die er liggen. Ja, zeker. Het is een beetje een sombere bedoeling, zoals je ziet. Het is overal baksteen en klinkers. En zijn er nog specifieke kleuren die je mooi vindt of juist niet mooi? Nou, we houden eigenlijk wel van kleur en niet specifiek wat, maar dat het een beetje een harmonie is, een eenheid vormt, een beetje rust uitstraalt, dat zou fijn zijn. Mm-hmm. En ik zag ook, bij jullie zag ik nestkastjes. Ja, klopt. Dus is dat ook misschien nog leuk om iets van voeding te hebben voor de vogeltjes? Absoluut. Ze komen wel eens naar beneden, maar ik denk door gebrek aan natuurlijk voedsel wat we hier hebben, dat ze het elders zoeken. Dus dat zou leuk zijn, ja. En de kinderen zeiden dus al iets van fruit. Is dat van jou, heb je ook nog een wens voor fruit? Nou, bananen wordt moeilijk, denk ik. Maar eigenlijk niet. Nee. Ik vind eigenlijk alles wel goed. Oké. Okay. En wat vinden jullie een fijne plek om te zitten? Want ik zie nu daar een bank staan. Willen jullie daar blijven zitten? Of willen jullie misschien op een ander plekje zitten in de tuin? Nou, hebben we achterin 1 hoekje. Daar schijnt eigenlijk de hele dag de zon. En daar maken we dan ook wel het meeste gebruik van als de zon schijnt. Ja, dus het zou goed zijn om dan eigenlijk achterin een plekje te maken om te zitten. Ja, dat zou fijn zijn. Ja. En ik zie daar ook al heel mooi, is dat wel al een groene boom. Toch? In de tuin. Hoe lang staat hij er al? Heb je daar een idee van? Ik heb echt geen idee. Ik denk 1 jaar of 7 ongeveer.
waarschijnlijk hebben jullie nu heel erg klein gekregen, maar hij staat best wel dicht bij het huis. Ja. En eigenlijk is het advies altijd normaal om 2 meter van het huis af en ook van de erfscheiding af te plaatsen bomen. Van de erfscheiding is gelukt vanaf de gevel niet. Van de erfscheiding is inderdaad gelukt van de gevel niet. Maar dan weet je dat u misschien voor in de toekomst, dat is 2 meter. En bij haag is het 1,5 meter of struiken. Oké, nou duidelijk. Ja. En je ziet nu ook eigenlijk, de wortels die gaan eigenlijk de tegels omhoog drukken. Dus sowieso een goed idee om de tegels dan daar weg te halen. En een beplanting uit te zoeken die goed tegen droogte kunnen. He, omdat de boom die vraagt al veel voeding. Dus dan wil je eigenlijk planten die wat minder voeding nodig hebben en wel mooi de bodem kunnen bedekken. Super. Ja, en ik heb al jullie wensen natuurlijk eventjes opgeschreven. En ik wil graag met jullie doornemen om te kijken van, wat het allemaal kan worden. Nou, ik hoorde al fruit heel graag. Dus eigenlijk op het zonnigste plekje dacht ik tegen de schutting aan om daar lijffruit te plaatsen. Dus dat zijn de fruitboompjes die je tegen de schutting aan kan leiden. Dus die blijven vrij klein. En dan kan je appels en peren kan je er dus bijvoorbeeld tegen de schutting aan plaatsen. Ja, achter, hier zou dus al een zitplekje. En, wat ook, en dan bijvoorbeeld de passiebloem als klimmer om jullie heen. Dus die geeft hele mooie blauw-paarse bloemen. dan kunnen jullie een kruidentuintje maken bij de keuken. Dus dan kan je moeder of je vader kan dan met de kruiden gaan koken uit eigen tuin. Helemaal leuk. En dan hier waar nu de bank staat en het boompje om daar eigenlijk de stenen eruit te halen. En ook mooie planten in te plaatsen. Dus en ook fruit. Struikjes. Ik zag voor mooie aalbessen tegen de muur aan. Rode besjes. En ik hoorde ook iets over frambozen. Je hebt zowel zomerframbozen als herfstframbozen. Dus die kan je dan allebei plaatsen. Dat je wel in de zomer als in de herfst frambozen kan eten. Dan om de hoek. Hier zo is het. Kijk, om de hoek is het dus wat meer schaduw. Ook daar kan je fruit plaatsen. Je kan daar bijvoorbeeld bosbessenstruikjes plaatsen. Hè. Je hoort al bosbessen. Dus in de bos groeien die. Dus die kunnen ook wel tegen wat meer schaduw. En dan tegen de schutting aan kan je bijvoorbeeld een klimbraam doen. Ook bramen kunnen goed tegen schaduw. De meeste mensen die zijn een beetje bang voor bramen, want ze vaak denken aan die boekerende struiken. Ja, klopt, met die doorns. Ja, maar je hebt dus ook een soort die heeft niet van die doorns, dus die heeft zonder doorns. En die is ook wintergroen. Dus dan heb je ook in de winter heb je nog iets moois om tegenaan te kijken. En bramen in de winter. Dan voor de vogels zou je bijvoorbeeld ook een klimmer een vuurdoorn kunnen plaatsen. Die heeft hele mooie oranje besjes. Het is ook een struik die voor beschutting zorgt voor de vogeltjes. Dus waar ze ook een plekje in kunnen vinden. En een ander klein struikje is bijvoorbeeld een nandina. Die heeft ook besjes voor de vogels. Dus dan komen ze misschien ook in jullie tuin in plaats van alleen maar in het nestkastje. Binnenkort gaan de vogels nergens anders bij als ik het zo hoor. Kijk. Nou, dit is het geworden. Ja, fantastisch. Mooi, jullie kunnen aan de slag. Nou, de kroostegels zijn dus nog te bestellen, dus ga dat ook vooral doen. En haal nog even je bolletjes op, als je dat nog niet gedaan hebt en je had ze wel besteld. Ze zijn nog steeds te halen bij de Hortus. En als je nou denkt, ik ga die bodem van mij eens even voeden. Ik ga er nog wat tegels uithalen. De tegeldruk rijdt ook nog steeds. Annemarie, ik wil jou enorm bedanken voor al je uitleg. Ik vond het heel erg leerzaam. Graag gedaan. Nou, tot ziens wellicht. En de kijkers ook. Tot ziens in een volgende Jaar van de Tuin.